Oh, oh, val je naar beneden. Hij is bijna. Is bijna. Let's go! Yo mensen, welkom bij een nieuwe Hunger Games aflevering. We zitten weer in het heerlijke Egypte, ook al is het buiten super nat en super koud. Het heeft echt gewoon de afgelopen dagen alleen maar zitten regenen. Gisteren was het zelfs zo erg dat ik niet eens met de auto weg kon. Normaal rijd ik ongeveer 20 minuten om naar mijn school te komen. En nu duurde het anderhalf uur om aan te komen op school. Wij gaan verder. En we gaan... Wow! Wat? Zag je hoog gesprong? Hoe gebeurde dat? Oh, hij stopt iets terug. Oh, shit. Ik dacht even dat ik in luck was. Gaat er niemand hierheen? Niemand. Ze zitten alleen maar elkaar de hersenen in te slaan. Oké. Okay. Oh, er is al iemand. Die is snel. What the fuck? Nou, hij pakt de eerste. Dat is op zich prima. Want dan ren ik door. Gaat hij hier de eerste naar rechts? Oké, okay, mooi. Dan ren ik door. Dan weet hij waarschijnlijk niet dat ik er ben. En dan pak ik een stone sword. Zo. En dit. Dan trekken we dat snel aan. Zo. Zo. En dan doen we deze hier. En dan gaan we even huishouden. Dan gaan we even huishouden. Terwijl die aan het loot is. Yeah, that's right. That's right. Oh, I have the stone sword. Woo. Oké. Die zag ik niet aankomen. Maar dat maakt niet uit. We hebben alsnog gewonnen. Wij hebben de hele linkerkant van de pyramid. Wat best wel nice is. En dan gaan wij hier kijken. Deze hebben wij nodig. We doen dan deze twee nog even weg. Deze dingen eigenlijk. Veel MVP's trouwens. Poeh, het is echt MVP's seizoen. We hebben 3 stone swords. Dat betekent dat waarschijnlijk weinig van hun een stone sword hebben. Dat hoop ik dan. Dat mijn redenatie correct is. Even kijken. Pam. Ja, hier had ik al gecheckt. En dan lopen wij nog een keer door. Waar eigenlijk niets ligt. Bot of enchanting. We hebben wel iets aan. Dan gaan we in ieder geval even de stone sword enchanten. En had hij nou ook dingen gedropt? Volgens mij lagen hier ergens van die piggy dingen. Want daar krijg je ook nog XP van. Lagen die hier? Ja, een pig. Kijk jongens. Kijk. Next level tactics. Piglet. Thank you. Oh, bijna level 2. Bijna. Bijna jongens. Dan gaan wij door en door en door en door. Door wind en door regen. Poem. 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 Oké. Let's go, horsey. Let's go. It's a nice. Even de kompas neerzetten. Dan weten we in ieder geval waar we heen moeten. Pa 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 pa. Zien we daar iemand? Nee. Doen we enchanten, doe voor 2. Of 1. Daar. Aha! Aha! I knew it. Waar zijn dan mensen? Zag ik daar nou iemand? Nee. Ja, ze zitten bovenop. Maar ik weet eigenlijk niet echt hoe je daar bovenop komt. Daar is hij. Heb ik een bow? Heb ik arrows? I has both. Kijk, ik raak jou gewoon. Jij hebt zo'n makkelijk schot. En ik raak je alsnog. Because you're noob. Bam. Ah! Jezus. Ik schrok me echt de pilweeps. Oh, het is een team. Het is een team. Het is een team. Het is een team. Oh. Oh. Ik had hem zo bijna. Ik had hem zo bijna. Oh, ik dacht eigenlijk... Ik dacht oprecht dat ik hem had. Maar oké, okay, wij gaan alsnog naar de volgende match. Let's go. En tijd voor de tweede map van de dag. Wij gaan spelen. Wij gaan horsey. Wij gaan naar The Tower. En natuurlijk staat mijn render distance te laag. En natuurlijk sloeg mijn stem over. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Wij gaan ownen. We gonna own, own, own. We gonna own. Is Duffy hier? No way.
Waarom zijn... Oh, shit. Hij leidde hem af. Het was een afleiding. Serieus, mensen vallen me nu aan. Ik heb 4 wapens. God, I love it. God, I love it. Nee, hij zit helemaal niet bij. Ah, oh, traitor. Of misschien ook wel. Misschien heeft hij zo'n nickname. Zit Duffy in deze game? Ik hoop het. Kan ik hem weer in maken? Oké, rechts. Let's go. Oh, er is iemand boven. Dan heeft hij die ook gepakt, hè? Ja. Oké, gewoon naar boven lopen. Naar boven lopen. Ah, oh, stone sword? Nee, heeft hij niet. Oké, verder naar boven. Verder naar boven. Verder naar boven. Verder naar boven. Nice, water. Nice. Nice. Zal ik hem ambushen? Is dat slim? Is dat cool? Het is wel cool. Zal ik het gewoon doen? Oké, horse tamer. Dan heb ik in ieder geval die. Ja, hij is wel ver naar beneden. Ben ik er al bijna? Ja, oké. Pak ik snel deze. Misschien zit hier iets in. Zoals een stone sword. Nu kan ik hem wel pakken als hij naar boven komt. Hij komt via die kant omhoog. Dus ik blijf hier gewoon zitten. Ik blijf hier gewoon zitten. Rustig. Gewoon rustig blijven zitten. Hij verwacht niet. En dan springen we. Oh. Dat was zo close. Maar het werkte. I'm a genius. I'm a genius. Ah yeah. Ah yeah. I'm a genius. I'm a genius. Oké. Okay. Nee, ik zal mezelf niet te veel vleien. What? So, bottle and something to eat. Dan hebben wij ook nog deze. Zullen we wat dingen aantrekken? Nou, we hebben niets om aan te trekken. Dan doen we het niet. En hier ligt ook niets. Ik heb nog nooit zo weinig loot gehad volgens mij hierboven. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik heb een stone sword in mijn handen. Dus ik mag niet klagen. Ik zal niet klagen. U hoort mij deze hele match niet meer klagen. Had ik? Zat die chestplate al in mijn... In mijn inventory? I guess so. I guess. Oké. We gaan goed. We gaan goed. Maar 5 andere spelers over. Nog een stone sword. I love it. I love it. I love it. Let's go down. Let's go down. Let's go down. Down, 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 down. En een paardekatje. Even wat eten. En dan gaan we. Oh, wacht even. Hij komt naar boven. Ik heb daar een trucje voor. Ik heb daar een trucje voor, dames en heren. Vorige keer sprong ik langs diegene. Deze keer ga ik er gewoon in één keer op. Let's go. Hij is bijna. Oh, oh. Val je naar beneden. Hij is bijna. Hij is bijna. Let's go. Go! Oh, hij raakt me zo vaak. Maar niet vaak genoeg. Oh, oeh. Het klonk echt alsof het vlakbij me was. Dit. Thorns. Is thorns nice? Ja, laten we het gewoon aantrekken. Da 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 da. Oh, chainmail. Oh, dat is niet heel veel sterker volgens mij. Wat is dit? Oh ja, blast. En dit en dit en dit. En dan hebben we die. Nice. Nice, nice, nice. Ik ga gewoon naar beneden. Ik kan ook gewoon springen. Als ik recht kan springen. Yes, I can, sir. Yes, I can, sir. Wow, dat klonk echt heel erg als cancer. Maar ik zeg, yes, I can, sir. Dat heb ik nog nooit. Yes, I can, sir. Oh! Wow. Ik ben echt van me apropos, jongens. Dit is de eerste keer dat ik het woord gebruik in een van mijn video's. Terwijl ik het niet eens bedoelde. Let's go, girl. You wanna dance with me? Thank you for dancing and winning fucking game! Huh, clean upper.
That's right, I'm a cleanupper. Cleanupper. Oh jongens, bedankt voor het kijken naar deze episode. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vindt. Stuur het ook naar je vrienden als je denkt dat zij het misschien cool vinden. Noob YouTuber, oh my god, je vermoordt iemand, je bent noob. Oh, de logica van sommige mensen. Vergeet ook niet te abonneren als je het tof vond. En dan zie ik jou hopelijk, volgende keer bij een nieuwe aflevering. Tot volgende keer mensen, ciao.